zoeken. En dat kan, dat is hier nog niet zo makkelijk, hè, om steentjes te vinden waar, dat ze erin kan stoppen. En hoe heet die ook alweer? De grote rupsendoter, Morphylla sabulosa. Nou, dat steentje legt ze er pas op als de rups erin zit. Dat past precies, nee, dat legt ze er ook al in als het nestje klaar is. Nog leeg is. Dus dan, dan doet ze een steentje en doet ze er zand over. Ja. Je vindt, niemand vindt dat terug, maar zij wel. Ja? En dan moet ze op een andere plek een rups. Ja, dat kan goed 100 meter verder zijn. Hè?